Mijn naam is Hans Bruin, ik ben directeur van de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland. Wij zijn een werkorganisatie van de Algemene, de Katholieke en de Protestants-Christelijke Ouderenbond. En zij hebben totaal 80.000 leden. Wat ik een goed idee vind aan de regionale sociale agenda, is dat we met elkaar, met alle betrokkenen, gestalte gaan geven aan het sociaal beleid in een regio. Vaak ontbreekt het aan die samenwerking. En dan met name de samenwerking van de cliëntenorganisaties waar wij er één van zijn. Wat wij heel graag willen als SBO Noord-Holland is dat we samen met al die andere organisaties vanaf het vroegste begin aan tafel zitten. Met elkaar plannen schrijven, met elkaar de dingen bedenken. Om te zorgen dat met name de kwetsbare personen in onze samenleving, dat juist die groep... niet in de problemen komt. Dat is de groep waar wij voor willen staan, die kwetsbare ouderen in de samenleving. Mensen die niet meer zelf de regie hebben, die niet zelf redzaam zijn. En dat vind ik een heel goed idee om in die regionale sociale agenda te gaan verwerken. SBO Noord-Holland is een vrijwilligersorganisatie. We zijn een organisatie van vele honderden vrijwilligers. Het zijn dan ook de vrijwilligers van de ouderenbonden die in de provincie Noord-Holland bezig zijn met het behartigen van de belangen van ouderen. SBO Noord-Holland faciliteert al die honderden vrijwilligers van ouderen en zorgen ervoor dat zij voldoende informatie hebben, dat zij over de juiste kennis beschikken en ook de juiste vaardigheden hebben om die belangen van ouderen te behartigen. Wij doen dat op de terreinen zorg en welzijn, wonen en mobiliteit. Dat was hem.